Wie aan het Nederlandse honkbal denkt, denkt aan Robert Einhorn. Als speler ging hij naar de New York Yankees. Als coach loodste hij het Nederlands honkbalteam naar de wereldtop. En nu wil hij als technisch directeur ervoor zorgen dat ons land structureel bij de beste hoort. Daar lijkt hij nog in te slagen ook. En dat heeft veel te maken met een instelling die hij uit de Verenigde Staten heeft meegenomen. Toen ik naar Amerika ging, ging ik op college spelen. En toen moest je al je gegevens doorgeven aan die school om te kijken van joh, wat jij dan daar zou kunnen doen. En toen vroegen ze bijvoorbeeld ook aan mij, zit jij bij de beste 5 in de klas? Zit je bij de beste 15 in de klas? Terwijl wij hier alleen maar willen weten, ben ik over? Dus de hele Amerikaanse maatschappij van het begin af aan al is allemaal prestatiegericht. Wij hebben hier in Nederland altijd heel erg gevoel met jongens die het net niet halen of jongens die aan moeten klampen. En een speler die er bovenuit steekt, ja, dat is al gauw een beetje een vreemde snoeshaan. Ja. Maar ik denk vooral dat dat het grootste verschil is. Dat alles gebaseerd is op winnen en niet van ja, ik ga eens leuk meedoen en kijken waar het schip staat. Alles aan Robert Einhorn ademt topsport. En dat wil hij ook aan de jeugd in Nederland overbrengen. Iets meer naar binnen toe je teen. Daar ja. Die jongen is fysiek. Heeft hij natuurlijk nog een lange weg te gaan. Maar die doet technisch. Doet hij het gewoon hartstikke goed al. Goed zo, prima. Laatste swing. Hebben die? Ja. Laatste swing. Oké. Okay. Naast een topsportklimaat neerzetten, wil Einhorn ook de honkbalcultuur bewaken. Iets wat ik op de Olympische Spelen in 2008 wel merkte. Zie je dat hij zijn schouders niet meer ver indraait? Waterpoleurs die moeten allemaal met elkaar eten, met elkaar dit en met elkaar dat. En om de teamsfeer goed te houden. Maar die jongens van jou deden eigenlijk allemaal met 2-3 jongens in kleinere groepjes waar zij zich prettig bij voelen. Ja, maar ik denk ook dat je als coach moet je doen wat de cultuur is van jouw sport. Ik had met professionele sporters te maken die in Amerika honkballen. En die elke dag nieuw money krijgen en zelf gaan bepalen waar ze gaan eten. Ja. En dan kan ik wel in één keer alles anders doen. Ja. Maar dan heb je de grote kans dat ze meer bezig zijn met die regels en zich daartegen te verzetten. Als weer gewoon uiteindelijk met die prestatie. Ik kom naar voren en ik hou mijn handen achter. Die winnaarsmentaliteit waar je net over hebt, wat die Amerikanen heel erg in zich hebben eigenlijk van kleins af aan. Nou, dat mis ik ook wel, ja, toch wel met regelmaat in de Nederlandse topsport. Wat zouden we daar nou zelf aan kunnen verbeteren in Nederland? Ik weet nog wel, toen ik begon met het coachen van het Nederlands team, toen gingen wij meer trainen. En toen zei eentje letterlijk tegen mij, die zei, joh, maar ik wil best wel 4 jaar hard trainen, maar dan wil ik nu wel weten dat ik erbij zit. Ja. En ik dacht in eerste instantie, joh, wat is dit nou, joh? Ik bedoel, als jij gewoon presteert, dan zit je erbij. Als je niet presteert, zit je er niet bij. Dus ik heb altijd getracht op een dusdanige manier te coachen. En zeker naar belangrijke toernooien toe en zo, dat als mensen niet presteerden om ze eruit te halen. Want ik wilde weten wie die overlevers waren. Ja. Wie zijn nou de gasten uiteindelijk, dat als het tegen zit, wie staan er dan nog steeds overeind? Dus ik denk dat je in je coaching, dat je dan daar een cultuur neer kan zetten die dan inderdaad afwijkt van de Nederlandse zoals we die hebben. Ja. Oké, succes man. Oké, dankjewel.